VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Hallo, ik ben Colinda en ik ben vandaag te gast bij VBRO Radio. Voor mijn nieuwe single Kun jij me zeggen. Bij ons vanmiddag de gast in de VBRO Radioclub, Colinda, welkom. Dankjewel. Je hebt een nieuwe single uit, Kun je me zeggen? Ja, ik heb een nieuwe single uit. Het is een cover van een jongen bij ons uit Brabant. En het is een oud liedje, het ongeveer was 6 jaar oud. En ik denk, laat me er eens een leuk feestnummer van maken. We stoppen het in een nieuw jasje. En voilà, hier ben ik weer, hè. En 2014 wordt eigenlijk een heel druk jaar voor jou, hè? Ja, we hebben heel veel gepland. Het aankomend jaar, dit jaar, komen er 5 singles uit. Elke 3 maanden 1. En een album met 16 liedjes. En wanneer komt dat album dan precies uit? Na de zomervakantie. We doen eerst voor de zomervakantie 3 singles. En na de zomervakantie dan lanceren we de nieuwe single en het album. En heel het land, Nederland en Vlaanderen rondreizen ongetwijfeld. Wij reizen van België naar Leeuwarden, naar Groningen. Wij zijn overal. Ja, ik bedouw de centen in de promotie en bedouw in het album en de cd gebeuren dat we maken. Dus dan moeten we ons eigenlijk ook overal laten zien. Dat is geen probleem. En nu volop promotie maken eigenlijk eerst met de nieuwe single? Ja, met Kun jij me zeggen. Die is nu een paar weekjes uit. En dat gaat lekker. De nieuwe ligt alweer klaar. Eigenlijk weer een veel leuker nummer dan wat we nou uit hebben. Ja, het gaat eigenlijk een beetje te snel. Maar ja, we zijn wel lekker bezig. Wel heel leuk. Waar vinden onze luisteraars meer informatie over jou terug? Ik heb 2 Facebooken. Colinda Pronk persoonlijk. Op dat Facebook zit ik zelf. Zangeres Colinda doe ik samen met wat vrienden en kennissen op Twitter. Ik heb een eigen webpagina. Er is heel veel. Alles wat er is, wat je kunt vinden in Medialand, daar zit ik op. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ik heb zo'n vreemd gevoel, ik weet niet wat het is, maar het voelt wel fijn. Ik voel me zo gelukkig als je maar heel even bij me bent. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.